Yo, Vaco Gamers, Lars hier en welkom weer terug in Rome bij meer Assassin's Creed Brotherhood hier op Vaco Games. En jongens, de vorige keer heeft Ezio een heleboel centjes verdiend. Hij heeft ook weer een uitvinding van Leonardo gesloopt. En deze keer is het tijd om gewoon weer verder te gaan waar hij echt mee bezig moet zijn. Oh. Namelijk mensen bijna op hun nek springen. En gewoon missies doen. Want daar is hij vrijgenomen. Daar wordt hij voor betaald. Dus dat moet hij gewoon doen. En gelukkig is dat ook niet zo heel erg ver. We moeten maar een klein stukje lopen deze keer. Dus dat is allemaal hartstikke goed. G, zeggen we dan. Echt waar, dat zeggen we dan. Je hoort het me toch zeggen. Dan is dat zo. Kan ik deze nog kopen of niet? Als ik er toch ben. Ja. Nou, weer een mooie Fabro erbij. Een Fabro, tuurlijk. Dan kan je gewoon fappen de hele dag door. En als het goed is, is hier ook de missie vlakbij in de buurt. 7 van de 17. Kijk je koe, Ezio. Dat snorretje van hem is best wel cool. Ik wil eventjes hier de hoek komen. Oh, wacht daar. Ah, daar is het al, joh. Ik dacht, we moeten nog een heel stuk. Valt allemaal reuze mee. Yo, hoer. Gaat u ook mee of niet? Geld maakt gelukkig. Absoluut. Claudius' meisjes hebben het geld van de bankier gestolen, maar... Er zijn problemen in Rosa en Fiore. Where are Claudia and Maria? We came back with the money. They followed us home. Wat sup? Oeh, die is dood. Oh, nou, zus kan prima voor zichzelf zorgen. My sister knows how to wield the knife. And I am ready to do it again. Spoken like a true auditore. GG. Finally, you two came to your senses. It's about time. Oh, het is weer goed. Oké. We zijn weer vriendjes. Oh. Dat was easy. 100% synchronisatie. Kaching. Die was niet moeilijk. Dat moet ik vaker zo doen. Sequentie 5. Voltooid. Oké, Ezio, dan kun jij mooi even met de hoedjes eventjes boom 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 doen. Dan kunnen wij zo meteen lekker beginnen aan sequentie 6. Sequentie 6. Dit is de sequentie na sequentie 5 en voor sequentie 7. Denk ik. Het zou natuurlijk zomaar kunnen dat ze sequentie 7 overslaan om ons te pesten en ons te verwarren. Sequentie 6, de baron van Valois. Tenminste, ik denk dat je het zo uitspreekt. Valois, maar dat zal wel niet, hè. Fransen spreken altijd alles duur uit. Champagne, escargot. Wij zeggen gewoon slak en bier, dat is wat wij zeggen. Nieuwe contracten vrijgespeeld, mooi man. Dat is hartstikke goed. Moet ik nou serieus helemaal die... Oh. Gaat dat lukken? Laten we via die kant gaan. Ik heb geen zin in natte voetjes. Oh. Nou, Ezio blijkbaar ook niet. Ezio, kan je daarop springen? Goed zo, Ezio. Laten we proberen met de overkant te komen zonder natte voetjes. Gelukt. Heel goed. Jongen, dames, even move. Ik moet even hier doorheen. Wappa! Zo. Ach, shut the flipping heck up, man. Ik ga waar ik wil gaan. Ik ben een assassin, hè. Ik doe dat soort dingen. Doe ik me helemaal niks of het wel of niet mag. Maar het zou fijn zijn om gewoon hier in de buurt een beetje te zijn. Er zit trouwens ook een geel wolvenkop ding. Maar volgens mij moeten we daar eerst 6 sleutels voor hebben. En ik denk dat ik er pas 3 heb op dit moment. Hey, kunnen we deze kopen of niet? En zo nee, waarom niet? Oké. Er staat nog ergens een Borgia-toren. Daar. Dat is niet tof. Ik hou niet van Borgia-torens. Let's go kill him. Borgia-torens zijn lelijk en ze stinken. Dus laten we ze opruimen. De Basilica Julia. Oké, daar is dus de kapitein. Hopelijk gaat die gozer er niet van door als hij me ziet. Dat zijn namelijk echt de meest irritante kapiteins die er zijn. Van die gasten die hem smeren. Kom ik trouwens erboven. Niveau 5. Dat is best wel heel hoog. Hoe ga ik hier bovenop komen zonder dat die gasten me zien? Hoi vriend. Kom jij even beneden liggen. Daar is het veel leuker. Waar is die gozer? Ik kan natuurlijk ook mijn pijlenregen inzetten. Hoppa! Nou, die gozer heeft... Oh nee, toch niet. Ik wou zeggen, die gozer heeft het recht overleefd hoor. Waar is die gast dan? Hier beneden? Hoi jongens. Hup. Hup. Ze hebben me voorlopig nog niet in de gaten.
Wel een beetje, maar niet helemaal. Zit hij dan hier ergens? Hallo, kapitein. Hallo. Hey, nee, jij bent geen kapitein. Daar heb jij een veel te lelijk pakje voor aan. Yo, gast, blijf even boven liggen. Dat zou heel fijn zijn. Daar moet de kapitein ergens zijn. Au. Au. Doe het niet. Heb ik nog rookbommen? Nee. Ik heb er maar geen rookbommen. Waarom waren ze dan voor een tijdje geleden een tip aan het geven dat ik rookbommen moest gebruiken? Nou, oké, Ezio, zwaard. Ho, de boordje kapitein, vlucht. Nee. Nee, Ezio. Vergeet die gasten. Ezio. Mafklapper, we moeten die kapitein pakken. Waar is hij nou? Hallo? Kapiteintje. Kapitein. Dit doen. Auw. Dat is een hele snelle. Waar is die gast? Hij is onderweg naar zijn toren natuurlijk. Ah, scheisse. Allemaal jouw schuld. Kom op. Doe dat. Hier word ik echt zo chagrijnig van. Hè? Deze gasten moeten gewoon mij met rust laten. Oké, kom jullie me even helpen. Assassins, dankjewel. Auw. Niet doen. Niet top. Hoppakee. Prik hem in zijn rug, Ezio. Wat is dat? Zullen we er meer die Russen zoeken? Oh, daar komen er meer aan. Oh, scheisse. Oh, ik ben weg. Toedeloe. Later. Dit wordt me echt even een beetje te link. Dat was niet slim van me. Maar die gozer die staat dus helemaal onder de grond. Met zijn groepje. Oh, hi. Hallo, jongens. Gaan jullie mee? Ik ga hier naar beneden. Mag wel, hè? Hup. Doei. Gaan jullie mee? Ja, dan zie je me niet meer. Ik ben gewoon naar beneden gelopen, hoor. Hoppakee. Hey, later. Oh, hey, wow. Jij hebt lef. Jullie hebben lef. Dat betekent dat jullie dood mogen. Gastje met lef kan ik niet gebruiken. Hoppakee. Ballen was voor mij vechten. Dat doen ze niet. Wauw. Yo, paard. Paard. Hallo. Daar was net geen paard. Absoluut. Oh, paardje. Rustig. Rustig, paard. Let's do this. Er is er ook weer zo'n Leonardo-uitvinding. Maar we hebben de afgelopen keer ook al Leonardo-uitvinding gedaan. Dus we gaan deze keer gewoon een gewone missie doen. Dat is ook een keertje leuk. Andiamo. Andiamo. Ik weet nog steeds niet wat dat betekent. Waarschijnlijk iets van tempo. Iets in die richting. Hoi vriend. Zijn paard is veel sneller. Dat is niet tof. Ik wil ook een snel paard. Wat de... Paard, gewoon er langs lopen is niet moeilijk niet. Gewoon even doen. Hoeveel moet ik trouwens nog rijden? Pijlenregen beschikbaar. Mooi man. Voor mij moet ik daar naar boven. Dat zou echt een plek zijn om gewoon weer een missie te krijgen. Daar bovenaan de berg. Daar bovenop de berg. Woont daar niet die gozer met Bianca? Volgens mij woont hij hier, hè? Dit is zijn huis. Dit is... Zo heet die gozer ook alweer. Bartolomeo. Who goes there? Salve to you too. Ezio! I was expecting my wife. Somehow that does not surprise me. The French putane have us under pressure. Tell me about their general. These Baron de Valois. Cesare persuaded King Louis to lend him an entire army to defeat me. I'm flattered. Where can I find him? It's only a matter of time before I have Valois by the throat. We have them in retreat. They seem to be getting closer. Doe eens niet. The situation is under control. Close the gate. Ik hoop het. Benny, so maybe I could use a little help. Fijn weer. Poortwachter, voorkom dat de Franse troepen de barakken veroveren door de drie poorten te laten zakken. En voor volledige synchronisatie mogen we geen schade oplopen. Dat is ook echt helemaal niks. Dat is best weinig. Helemaal niks. Hop, oké, hoe is die?
Niet doen! Weet ik, maar deze gasten zijn heel vervelend. Ha. Ik moet deze eerst even opruimen, want deze is heel irritant. Ha. Wel lekker bezig, hè, chill. Oké, okay, poortje dicht. Daar zijn. Nee, Ezio, laat los. Goed zo. Volgende poort. Waar is de andere poort? Daar is nog een poort. Er komt ook echt niemand door deze poort heen. Dan kan ik hem mooi dicht doen. Ja, ja, gast, hallo. Waar is die buiten? Sukkel. Je moet binnen zijn. Dan kan hij zelf ook zijn huis niet meer in. Mafflapper. Schakel overgebleven van zijn soldaat uit. Oké, is goed. Prik. Zijn er nog meer? Hallo jongens. Dat zijn jullie. Waar zijn ze dan? Ik zie ze niet. Oh, daar, ja, maar die staan buiten. Dat telt niet. De Baron de Valois, signals from the field. Goed zo. Bonjour, oeh, mooi snor. D'Alviano. Êtes-vous prêt à vous rendre? Why don't you come closer and say that? En nou is hij weer binnen. You must learn how to speak French. It would mask your barbaric sensibilities. Perhaps you could teach me. And I would instruct you in fighting. Since you seem to do so little of it. Burn. As amazing as this parley has been, I'd like your unconditional surrender before sunrise. Ha! My Lady Bianca will whisper it in your ear. I believe another lady might object to that. Mio marito vi ammazzerà tutti. I'll kill you for tutto francese. Calm down for your wife's sake. You know my terms. Enter my camp unarmed at dawn. Practice your French. Soon all of Italy will be speaking it. I'll get you. Dacht het niet, vriend. Merda, figlio di puttana. Ik denk niet dat hij daar heel erg van onder de indruk is, gozer. Dat denk ik niet. Volg Bartolomeo. Oké, Bartolomeo, waar gaan wij heen? Waar gaan we naartoe dan? Oh, iemand heeft de deur weer open gedaan. Waarom heb ik dan de deur net dicht gedaan? Als iemand anders hem toch weer open doet. Waar gaan we heen, Bartolomeo? Bartolomeo. Hey, hey. Laat even dat hij me even meldt waar we naartoe gaan. Dan kan ik er rekening mee houden. Dan moet je een taxi kunnen bellen of zo. Dit is een Frans kamp. Maar het is nog helemaal geen zonsopgang en bovendien ben ik gewapend. En dat mocht niet van de bron. Maar waar gaan we nou heen, dude? Hallo? This is the camp. Wauw, mooi kamp. Ik wil ook zo'n kamp. Steal a man's wife and then go hide inside a fortress? Nothing hangs between your thighs. In fact, there is a hole there. So deep, it reaches into the maledetto inferno. What good are you two dead? We will regroup and fight through the gates as we did at the Arsenale. The entrance is thicker with Frenchmen than the streets of Paris. So we will climb the battle. Nou, dan verzinnen we er een manier op. They cannot be scaled. Oh ja, dan kijk eens. Staan op een paaltje, daar kunnen we toch best overheen. This is the end. I enter at dawn bearing gifts. And hope that coward spares her life. Perché non ci ho pensato prima? What did I say? Call your men back to the barracks. I will explain there. You better have something good. Ezio heeft weer eens een plannetje. Niet aan toegeven, Ezio. Echt serieus. Elke keer als Ezio een plannetje heeft, gaat het mis. Zucht. Wel 100% synchronisatie. Dat is dan wel weer goed. Maar serieus. We kunnen niet over de muren heen klimmen. Kunnen we hier echt niet overheen? Ezio die klimpelt verdorie op kerktorens van 500 miljard meter hoog. En nou kan het in één keer niet meer. Tuurlijk kan hij dat. Waar staat mijn paard? Hallo, paard. Oh, daar ben je. Kom eens hier, paard. Hup. Hup, oké. Nee, andere kant op paard. Daar. Dan gaan we heel even kijken waar we naartoe moeten. Daar, dat valt best mee. Dat valt allemaal reuze mee. Daar. Hup, oké. Moeten we dus terug naar zijn kamp. Waarom moet ik dat... Laat maar.
Laat maar. Ik denk van, waar is de logica? Maar dat is natuurlijk Assassin's Creed. Daar zit niet zo heel erg veel logica in. Zeker op dit moment niet. Het is wel fijn dat ze nog steeds de poort open hebben staan. Anders had ik over deze muren heen moeten klimmen. Daar was ik toch echt een lui voor geweest. Zo. Laten we eens even kijken trouwens of we iets met de Assassins kunnen doen. Want volgens mij was er ook eentje gepromoveerd een tijdje terug. Dat betekent dat we hem kunnen upgraden. Je hebt er een nieuwe recruit bij. Mooi man. Ah, Raffaele Ranieri heeft niveau 2 servitore. Goed gedaan, man. Armor. Ja, graag. Allemaal level 1. Maar of deze gast, die is level 2. Dan vind ik dat jij officieel de baas bent. Vanaf nu. Dag duif. Doei. Oké, waar is trouwens de volgende missie? Daar is de volgende missie. Bij de glimmende deur, natuurlijk. Taco Gamers, ik ga jullie vragen om eventjes een like op deze video te doen. Als je dat nog niet gedaan hebt natuurlijk. En heel veel van jullie doen dat ook elke keer weer. En daar blijf ik jullie hartstikke dankbaar voor. Morgen natuurlijk gewoon weer een gloednieuwe aflevering van Assassin's Creed Brotherhood. Hier op Taco Games. En dan gaan we eens even kijken of we die chick kunnen redden. Want dat is best wel heel hard nodig op dit moment. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot morgen. Mazzel!